Nun ist für eine Minute Herr Auke Zijlstra aan boord. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er zijn weinig goede ontwikkelingen in het immigratiebeleid. De Libische kustwacht doet weliswaar ons werk, maar de zogenaamde vluchtelingen komen nog steeds. En eenmaal uitgeprocedeerd worden ze niet uitgezet en de bijkomende criminaliteit wordt niet bestreden. In de EU blijkt het nu mogelijk om je voor te doen als een vluchteling, iemand bijna te vermoorden, door te reizen naar een volgend EU-land, daar echt iemand te vermoorden. En nog steeds zingen wij blijkbaar welkom, welkom in mijn land. Maar heel fijn horen natuurlijk dat deze Afghaan dankzij de EU straks zijn eventuele gezin wel kan ophalen. Want waar zouden wij zijn zonder zo'n hoogopgeleid rolmodel? Voorzitter, het vluchtelingenverdrag, gezinsmigratie, de NGO's. Samen met het wegkijkgedrag van Brussel is het een nu letterlijk dodelijke cocktail. Gelukkig hebben wij Polen en Hongarije nog. Dank u wel. De volgende redner is mevrouw Teresa Jiménez Becerril Barrio voor 2 minuten. Sí, muchas gracias, presidente. Alta, gracias, alta representante. Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de inmigración con visión de futuro basada en la solidaridad para abordar tanto